Meedoen in Macau, vlak naast Hongkong, is een droom die iedere Formule 3-rijder heeft. Want alleen de beste rijders komen hier in actie. Ja, dat is een hele eer en zeker leuk dat ik uitgenodigd ben. Het is wel positief dat je in je eerste jaar Formule 3 toch al prestaties goed genoeg zijn om naar Macau te mogen. Dus ja, het gaat leuk worden en interessant en ja, mooi circuit. Het circuit van Macau is zeker mooi en lastig, want je rijdt gewoon door de straten van de Chinese enclave. Ja, klopt. Het is ook het enige circuit wat zo extreem is, gewoon met stoepranden en muren die op je afkomen. Het is nog erger als Monaco. Dus. Het Chinese stratencircuit is erg lastig en vergt het uiterste van alle coureurs. Maar hier goed presteren is belangrijk, want alle ogen zijn gericht op de talenten van de toekomst. Het is natuurlijk de laatste race van het seizoen. Elk kampioenschap is eigenlijk al afgelopen. Dus alle teambazen en ja, hogere mensen, investeerders bijvoorbeeld, kijken allemaal naar Macau Grand Prix. Dus brengt wel druk met zich mee, maar zoals elke race de bel druk met zich meebrengt. En de druk is nog altijd het hoogste vanuit mezelf. Dus, ja. Om fysiek optimaal aan de start te verschijnen in Macau traint Hannes veel in de sportschool in Uden. Daar doet hij speciale oefeningen voor coureurs. Ja, continu corrigeren eigenlijk ben je mee bezig. Ook gewoon je nek trainen, dus ook de G-krachten van in de bochten, gewoon dat je daar op voorbereid bent. En ja, het is gewoon allemaal creatieve oefeningen die je bij elkaar probeert te verzinnen, wat zoveel mogelijk op autorijden lijkt. Nooit eerder reed Hannes van Asseldonk in Macau. En op 20 november is het zover. De jeugdige coureur heeft er enorm veel zin in. Je moet kijken wat de snelheid is van begin af aan, maar ja, mijn doel is toch wel top 10 te halen.